Laat je mama toch niet los. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag en we hebben het hele huis opgeruimd. Eindelijk. Jullie gaan echt blij zijn. Echt 100.000 vuilniszakken weggedaan met zooi. En Sander gaat nu draaien op Fawlty Fest. En ik ga met Olivia naar Tante Kitty. Fawlty Fest! Hey! Ah! Oh. Wat een licht! Ik hou dus zo verschrikkelijk van zo'n nazomer vibe. Dus ik ben echt extreem gelukkig. Hey! En deze jongens ook? Olly wil heel graag vloggen. Kan je haar die camera geven? Oké. Wil je ook vloggen, Olly? Ja. Oké, alsjeblieft. Zal Olly haar eigen, moet Olly haar eigen YouTube-kanaal beginnen? Nee. Meen dat, hè? Gewoon dat ze de hele dag vlogt van wat ze doet. Gewoon continu live. Gewoon de camera op haar hoofd. Wat ben je aan het kijken? We waren vlogs aan het kijken. Mijn batterij is op mij. Is jouw batterij op? Ja. Moet ik hem maken? Ja. We waren vlogs van Romee Strij aan het kijken. Zo. Oh, lekker leuk. Q, pik. Zillig. Nee, Q&A waren we aan het kijken. Q&A. Q&A. En ik moet zo gaan... Shooten, toch? Zo cool. Ja, ik heb een hele leuke shoot vandaag. Het is zondag. En mijn geliefde baby huilt. En ik heb nog niet in de spiegel gekeken vandaag. Kijk, jij mag mee vloggen. Ik heb een hele leuke shoot vandaag, want... Zal ik hem erin doen? Ja, papa gaat de batterij erin doen. Papa gaat hem voor je maken. Wat zeggen we dan? Mag ik niet, jongen? Mag ik die? Mag ik die? Mag ik die voor jij? Je moet wel praten in de vlog, hè? Ja. Anyways, need to get out of bed. Ik heb vandaag een shoot voor de cover van Fashion Chick. Goedemorgen. Voor de cover van Fashion... Ja, ga ik zo aanzetten. Fashion Chick. En het is met Kay, dus dat is super leuk. Ik heb er heel veel zin in en ik ga jullie meenemen. Ik ga even snel douchen en dan die kant op. We hebben Bibi op de FaceTime. Maar wanneer kom je nou thuis dan, Bibi? Vanavond. Oh, cool! Yay! Hoe laat vlieg je? 10:00. Oh, chill. Dus we hebben hier de hele dag. Oh, lekker. Chill. Ik wilde dit aandoen. Maar ik heb gewoon geen spijkerbroek meer die goed zit. Deze top is van Storez en daar hoort een wit rokje bij. Maar dat rokje is echt heel klein. Ik laat hem zo zien. You're so intrusive in my story. I made this for Sander. Instagram. Nou, en Olly heeft haar kerstpyjama aan. Guys, I'm trying to get some rest. Anyways, deze broek had ik bij mijn keus laten maken op maat. En ik heb helemaal niet het idee dat ik echt ben afgevallen of zo, maar... Kijk. Mommy. Hij zit echt heel lelijk. Dus ik ga hem maar weer opnieuw laten vermaken. Ja. En dat was eigenlijk mijn enige goede spijkerbroek. So I guess I need to change outfits. Want na deze shoot ga ik naar de verjaardag van Mason. Het feestje. Dus ik kan niet in mijn trainingspak daarheen. Want dat zou ik normaal aan doen naar een shoot. So I guess we have to find something else. Misschien een rokje. Het is best wel mooi weer buiten. Ik heb zoveel spullen weer weggedaan. Mijn sieraden uitgezocht eindelijk. Een nieuwe garderob. Die is voor mij toch? Dit is wel een leuke jurk. Misschien die. Mommy, mag even langs? Mag even langs. Oh ja, dat witte ding is leuk, maar die moet gestreken worden. En we hebben de badkamer eindelijk een soort van opgeruimd. Kijk, waarom staat dit lelijke ding hier bij mij? I don't like this. Ik heb alleen de spullen die ik echt elke dag gebruik. Laten staan. En wat skincare dingen, maar ik ga helemaal van skincare switchen. Dus als ik dat gedaan heb, dan laat ik even al mijn nieuwe skincare dingen zien. Want dit zijn restjes en dingen. En ja, dat ga ik niet doen. En mijn JBL. I love mijn JBL ding. Ik luister altijd muziek in de douche.
En dit ding heb ik ook eindelijk opgeruimd met mijn quilt hangen. En daar is me. Dit is wat ik aan heb. Deze broek. Deze tas. En meer mijn sandalen en zo. Let's go. Ik ben aangekomen op de shoot. En ik heb het gedaan. Wat hard nodig is. En Kay komt ook zo. Dat is heel gezellig. Wij zijn al een tijdje aan het shooten. En Keetje is er ook. Woehoe. Zo gezellig. Oh, ik prik je. We hebben er echt heel veel zin in om deze foto te zien. Alles wat Kay en ik leuk vinden is hier dus. Oké, Kay, geef even een tour. De tour à la pizza. Pizzadozen. Fire. Een Kay-kleed. Alleen maar tijdgepunt kleren. Kay, haar beer. Kay, ik had zoveel DM's gekregen en comments over die beer. Waar komt die vandaan? En nou, ik heb een cadeau gekregen. Ja, oh ja. Maar die ene keer na die Insta-story. Reuzenbeer. Big Bear. Volgens mij komt hij komt uit Nederland nu. Want volgens mij is misschien via bol.com of zo. Ik dacht dat er zat dus inpakpapier omheen, zonder grap. Een deel. En ik dacht dat iets was van Toys R Us of zoiets. Oké, okay. Nou, ik ga het even zoeken. Tijger en een roze bank. Okay, so that is amazing. We hebben al best wel wat foto's gemaakt. Nu gaan we foto's op de bank maken. En ik heb deze superleuke Friends trui aan. En ik kijk ook elke dag Friends. So that's cool. I miss your call, but you feel me later. Little bad behavior. I'm about to turn it on. Oké, ik ben weer thuis. Ik ben na de shoot naar het feestje van Mason gegaan. Die werd 3 en dat was heel gezellig. Ik had alleen mijn vlogcamera in mijn grote tas laten zitten. En Olly die is nu hier. En we gaan eten. En dan ga ik denk heel vroeg naar bed. Ik heb morgen een shoot voor Linda Meijden en ik ben echt super moe. Ik ga lekker mijn gezicht nu wassen. Ik heb best wel zware make-up op eigenlijk. En make-up eraf halen en dan zie ik jullie morgen. Hey guys, good morning. Ik ben al even een tijdje op een shoot voor Linda Meijden voor het winterboek. En we doen echt heel veel gekke looks en gekke outfits. Alleen kan ze niet vloggen omdat bijna alle outfits en kleding nog onder embargo is. Dus vandaar. Maar ik denk, laat jullie wel weten. Dan weten jullie wat ik vandaag aan het doen ben. Ja. Dus dat ben ik aan het doen. Maar ik heb nu even mijn eigen outfit aan. Ik heb dit pak nieuw van Wrangler. Echt super mooi. En mijn vest is van Mams and Made. Ja, dat kan ik nu backstage. Ik ben eindelijk, nou weer een super lange dag, thuis. En ik heb net Olivia nog even snel naar bed gebracht. En heeft snel gegeten. En de foto's zijn echt heel vet geworden. Het is voor het winterboek van Linda Meijden. En volgens mij komt het 13 november uit. Het zijn echt hele heftige foto's. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. En ja, ik ga gewoon nu onder de douche make-up eraf halen. En series kijken denk ik eventjes. Ik moet nog een beetje werken. Maar het was dus een beetje een saaie vlogdag omdat ik niet echt backstage kon vloggen. But I hope you guys don't mind. Morgen heb ik een dag met afspraken en ga ik even naar kantoor. Hey guys, goedemorgen. Ik film dit normaal nooit, maar dit is mijn favoriete moment van de dag. Dus ik wil het gewoon één keer even filmen. Het moment dat Olivia wakker wordt en ik haar uit bed ga halen. Let's go. Olivia. Olivia, heb je... Mama, ik ben wakker. Leg. Wat ziet je haar mooi. Dat opschuiven. Moet ik je wiegje opschuiven? Ja. Wilde je zo graag naar buiten kijken? Ja. Wauw, heb je lekker geslapen? Ja. De griffels zijn mee te slapen. Wil je nu verder kijken? Wil je je verder kijken? Ja. Wil je naar buiten kijken met je verder kijker? Ja. Olivia, heb jij je knuffels zo netjes neergezet? Ja. Dat is lekker meer praten. Ben je lekker met ze gaan praten? Ja. Wat leuk. Nu ga mama even... Moet je even verder kijken nu? Mama, je moet het vastmaken. Oké, okay, schatje, is goed. En nu gaan we lekker ontbijten. We zijn... Robocar. Dat vind ik nog wel leuker dan Olly. Niet. Oké, ik heb hem even opgemaakt. En het is nog wel ochtend, maar deze dag is zo chill. Want ik heb eindelijk niet echt verplichtingen. Na zoveel dagen van verplichtingen. Gewoon even rustig in huis mijn werk doen. Which is really nice. Ik
We hebben zelf lekker dichtbij aan het filmen. Dat is super fijn. Hoi. Hoe is het? Cute. Cool. Maar dus wel redelijk chill vandaag. Volgens mij gaat het zo omweren. Dus ik ga mezelf aankleden en dan zal ik laten zien wat ik aan heb. En ja. Ik ben in Dauphine met Suusje. En we hebben net meetings gehad voor het boek. Het boek komt dus niet eind van het jaar uit. Ik weet niet of je het al verteld had, maar in... Ja, voorjaar. Voorjaar 2019. Maar goed, we zijn er wel dus druk al mee bezig, want zoiets kost best wel veel tijd. En ik dacht, het is ook wel leuk om jullie erbij te betrekken. En misschien is het leuk als jullie even een comment achterlaten wat jullie heel graag zouden willen, willen lezen in dit boek. Daar ben ik heel benieuwd naar. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En normaal zou er vandaag een vlog online komen, maar het is weer niet gebeurd. Want eigenlijk weer hetzelfde probleem als dat er eerst was. Ik heb allemaal hele lange shootdagen gehad waar ik dus niet mocht vloggen. Ik heb eigenlijk geen idee of dit verhaal verteld of niet, maar goed. Waar ik niet mocht vloggen, dus ik had weinig leuke beelden. Nog niet genoeg, dus ik dacht, ik maak liever dan één leuke vlog dan dat ik twee beetje halve vlogs heb. Dus vandaar, dan gaan we lekker door met vloggen. Ik ben op kantoor en ik ga nu werken. En ik zal jullie straks even updaten over waar we mee bezig zijn. Ik heb net dit pakket gekregen van Jimmy Choo. Ik denk dat het schoenen zijn. Dus laten we even kijken wat erin zit. Ik hoop dat het winterschoenen zijn. Aangezien, wat is dit? Het zijn veters volgens mij. Veters. Aangezien het echt super dit weer is buiten. Oh, luister. Oh, dit zijn echt winterlaars. Deze zijn heel leuk. I love them. Zo zien ze eruit. Ze zijn super leuk. Misschien ga ik die wel even aandoen. Wij zijn even bezig met pakketjes van Somewhere Someday. En even kijken, Sanne, waar is die schelpenketting? We hebben eindelijk schelpenketting als die er nog is. Dus check even de link hier beneden. Kijk hoe leuk onze doosjes eruit zien. Voor degenen die nog nooit iets besteld hebben. Dit is dus mijn sieradenmerkje. Deze kennen jullie waarschijnlijk allemaal wel. Deze twee die ben ik altijd bij zelf kwijt. Die ga ik nu voor zelf omdoen. Oké, en dit is onze schelpenchoker. Ik vind hem echt zo leuk. Je ziet ze nu echt overal. Wij hebben dus een hele witte gemaakt. Dus check it. Check hoe mooi deze kleuren zijn. Ik kreeg dit palet net binnen. Ik vind dit echt niet normaal zo mooi. Deze is van... Kijk aan. Urban Decay. En hij heet Born to Run. Leuk buitenkant. Daar ben ik echt blij mee. Ik neem echt niet alle dingen van pakketten mee naar huis die ik krijg. Maar deze vind ik echt mega nice. Ik ben eindelijk weer thuis. Na een lange dag op kantoor. Het is nu 6:10. En ik was echt al op kantoor om... 8:45. En ik heb echt al lange tijd niet zo'n volle, lange kantoordag gehad. Ik wilde eigenlijk ook voor vandaag nog foto's maken om op Instagram te posten. Maar ik was zo lekker aan het werk. En omdat ik natuurlijk al die dagen weg ben geweest op kantoor, dacht ik... Ik upload vandaag geen foto. Ik ga gewoon even doorwerken. Dus ik voel me echt super voldaan, productive. En dat soort dingen. En ik heb deze online gezet. Eindelijk. Het gaat wel hard, dus... Welke dag is vandaag? Woensdag, zondag moet de vlog online. Maybe, zijn ze er nog. En ja, en ik ben aan het koken nu. Ik ben de vegetarische pasta aan het maken. En Bibi is eindelijk er weer, die heb ik 3 weken niet gezien. Die is finally back from Ibiza. En die had vandaag haar eerste schooldag. Dus daar ga ik zo alles over horen. En ja, Olly komt nu van de crash. Bibi is haar aan het ophalen, vandaar dat ik Bibi nu niet film. En dan gaan we lekker eten. En ik denk eigenlijk dat we daarna Keeping Up with the Kardashians gaan kijken. Volgens mij ben ik niet scherp. Deze vlogcamera is zo'n wanprestatie. Nou scherp? Ik weet niet. Volgens mij ben ik gewoon niet eens scherp. Hij is in ieder geval gewoon echt een wanprestatie. Ik zie echt een ander cameramerk open. I hate you. Het is letterlijk de 6e of 7e die ik ook gehad heb. Letterlijk iedereen heeft dezelfde problemen. Hij is ook gewoon niet bedoeld voor elke dag te gebruiken, voor zoveel als vloggers hem gebruiken, denk ik. Dat is denk ik ook het probleem, want hij neemt echt super mooie foto's. En film is ook heel makkelijk, alleen ja, scherpstellen, dingetjes, echt snel kapot. Maar goed, ik ga even koken. En apologize, ik zie dat ik gewoon niet scherp ben, dus dat is irritant.
En ik zie jullie zo. Noor wilde vloggen, maar ze had meer honger dan dat ze zin had om te... Geef terug! Geef terug? Ja! Nee! Wie gaat er dan vloggen? Bibi gaat vloggen. Bibi! Back in the vlogs! Niet doen nu voor de mama! Voor de mama! Oké. Okay. Je hoort bij mama, hè, de vlog? Ja. Wil jij jezelf zien? Ja. Ja, mag je ook? Wil je ook vloggen? Oké, daar komt een vlogteken over. Maar we wel gaan praten, hè? Zeg maar een goede avond. Ik kan niet meer mijn hand. Mijn vinger. Oké, okay. Ga je wel praten? Ja. Zeg maar wat. Ik wil. Tussen hier mama is. Ik heb lipstick. Wat nog meer? Daar is papa. Oh, daar is Bibi. Je filmt jezelf. Maar je filmt jezelf. Je moet hem omdraaien, de camera. Oh nee. Kijk, zo. Zo, dicht. Zo, dicht toch? Aan deze kant. Dan kan je daar kijken wie je allemaal filmt. Kijk, ik ga het even laten zien. Zo. En dan ga je het zo zien. Kijk, dan kan je, moet je kijken en dan zie je wat je kan zien. Ga maar vertellen wat je ziet. Ik wil omlaag. Waar is Olivia nou? Ik heb geen idee. Olivia, waar ben je? Olivia? Olivia! Oh mijn god, ze is kwijt. Waar is ze nou? Ga, ze is weer weg, hè? Oli, waar ben je? Olivia? Ik kan jou niet zien. Ik kan jou ook niet zien. Oli. Oh. We need to go. Was het leuk op school vandaag? Nee. Nee? Er was een koeien. Waren er koeien op school? Ja. Of verzin je dat nu ter plekke? Ja. Ik heb een lipstick. Ik heb een lipstick. Dat is normaal. Nee. Kijk, mijn lipstick is daar. Tijger. Gegeten en we gaan nu tekenen. Even iets dichter bij mama. Ga je een tijger maken? Ja, ga tijger. Nee. Ik ga een olifantje tekenen, oké? Okay? Je maakt voedsel. Vind je een olifant lief? Ik ga olifant. Ik ga die zacht maken. Ik ga die zacht doen. Ik ga die... Oh, dat is zo mooi. Heb je dat gemaakt? Ja. Echt? Ik ben nu nog niet klaar. Oh, mooi olifantje. Olifant. Echt mooi. En kennen we een liedje over een olifant? Olifantje in het bos. Laat je mama toch niet los. Goed zo. Anders raak je mijn oog kwijt. Laat je later spijt. Olifantje in het bos. Laat je mama toch niet los. Someone stops loving you. En mijn hele grote olifant. Mag ik met jou helpen? Tuurlijk mag je mij helpen. Oh. Oh, moeder. Goedemorgen allemaal. Volgens mij is het nu donderdagochtend. En ik heb voor de fam een heel klein ontbijtje gemaakt. En die gaan we eventjes naar boven brengen. Iedereen is op het hok. Terug van vakantie. School is begonnen, werk is begonnen. Goedemorgen. Iedereen heeft er zin in. Het is 6:15. Melk. Natuurlijk mag je melk. Lief dat je alsjeblieft zegt. Lekker geslapen? Top. Good morning. Het is donderdagochtend. En ik ben al even wakker. Ik heb make-up al gedaan. Ik heb een interview gehad met Linda.
meiden voor de shoot. Zeg maar naar aanleiding van de shoot die we maandag gedaan hebben. Die heel cool is. Echt zo'n coole shoot. Ik kan echt niet wachten totdat het uitkomt. Het is een soort winterboek van Linda Meijden. Daar heb ik interview bij gedaan. En ik werd vandaag wakker. Echt zeg maar zo moe en een beetje... Soms krijg je ineens heel veel energie van dingen. Dat is echt grappig hoe dat soort dingen werken. Want ik had echt een heel leuk interview. Ik had een leuk gesprek. Ik weet niet. De energie was... Klinkt echt spiritueel. De energie was gewoon goed. Dus dat is leuk. Soms zijn interviews echt, zeg maar... Dat het energie van je trekt. En nu had ik zeg maar het idee dat ik energie kreeg van een interview doen. Dus nu voel ik me weer energized. And ready for this day. Ik heb wel nog maar 3-4 uur om te werken. En dan ga ik naar de birthday. En naar een birthday. Family birthday. Dus ik moet ook even een stukje rijden. Dus dat gaat even duren. En ik moet allemaal items voor je naar het wardrobe op de foto zetten. Dat ga ik wel even op kantoor doen, denk ik. Want ik heb hier niet echt een goede plek daarvoor. 40 items om precies te zijn. En ik moet even echt weer een keer een leuke foto maken. Leuke outfit of zo voor Insta. Dat heb ik echt al vet lang niet gedaan. Dus dat ga ik zo ook even doen. Maar eigenlijk wil ik gewoon de hele dag, elke dag, in bed of op kantoor zitten en mijn boek schrijven. Want dat vind ik zo leuk om te doen. Schrijven is echt mijn grote passie. Ik ben echt een rare Noor op dit moment in de vlog. Gisteren heb ik ook zoveel voor mijn boek geschreven. En ik was zeg maar over dramatische episodes uit mijn leven aan het schrijven. Terwijl het buiten echt stormde en zo. Het was echt heel grappig. Ja, grappig. Dat was heel... I don't know. Serendipity. I don't know what word to use. Dus dat. Ik ga zo weer verder schrijven. Daar heb ik heel veel zin in. En mijn boek komt dus in mei 2019 uit. En ik heb daar heel veel zin in. Ik vind het zo leuk. Iedereen zegt dat ja, alle influencers brengen nu massaal een boek uit. Maar dat maakt me niet uit. Want ik vind het gewoon super leuk om te doen. En ik vind het gewoon leuk om verhalen van mijn jeugd en moeilijke dingen die ik heb meegemaakt. Ik ga bijvoorbeeld over mijn paniekaanvallen en zo uitgebreid vertellen. Vind ik gewoon leuk om... vind ik gewoon goed om zeg maar te delen op die manier in de vorm van een boek. Maar er komen natuurlijk ook super veel foto's in en ik ga vertellen hoe ik mijn foto's edit en hoe ik zeg maar geleerd heb en hoe ik mijn foto's maak en hoe ik online gekomen ben tot waar ik nu ben. Dus het zijn van allemaal dingen eigenlijk. Mijn kaart zit vol, zie ik nu. Dus ik moet misschien... Dit is een teken. Ik moet stoppen met praten. Ja, ik zie jullie zo. Ben ik weer! Mijn kaart zit niet meer vol. Ik zit te denken, weet je wat ik misschien moet doen? Ik moet misschien deze vlog afsluiten. Want deze vlog zit echt vol met van alles en nog wat. En volgens mij is die best wel lang. So maybe I should stop it. Ja. Dus, bij deze. De vlog ga ik afsluiten. Vergeet niet te abonneren, want ik heb bijna 100.000 subscribers. Dat zou ik heel leuk vinden. En doe een duimpje omhoog als je de video leuk vond. En dan zie ik jullie woensdag weer.